Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Herman, ça va? Hoe is het? Zeg, saffraan. Ik denk dat niet veel mensen weten wat saffraan juist is. Maar het komt van dit. Is eigenlijk de krokus. Dat is een bloemetje. De najaarsbloeiende krokus is het. Oké. Dat is een specifieke soort. Die bloemt tussen half september en half november bloemt die ongeveer. Dat is niet heel het jaar door, dat is gewoon heel kort. Ja. Dat is eigenlijk op 14 dagen bloemt die maar. En dan is dat gedaan? Dan is dat gedaan. Dus dat zijn de bloemen, maar wat is dan juist het saffraan? Saffraan zijn de drie stampers die in elke bloem zitten, de rode. Echt die rode stengels, die stampers? Ja, dat zijn de stampers. De gele zijn de meeldraden. Ja, daar kunnen we niks mee doen. Daar kunnen we niks mee doen. Het zijn de stampers dat je echt moet hebben. Maar dat is eigenlijk bitter weinig op zo'n bloem. Ja, ja. Je hebt ongeveer 150 bloemen nodig voor 1 gram. 150 bloemen voor 1 gram? Ja, en 450 stampers hebben we nodig voor 1 gram. 1 gram? Ja. Dus stel dat je een kilo wilt, maar 1000. 150.000 bloemen. Voor een kilo saffraan. Ja. En dat moet allemaal met de hand. Allemaal met pincet uit. Zeg, na al dat plukken van de stampers, één voor één van de bloemtalen, wat moet er nu gebeuren? Kan dat zo? Nee, dan worden die ongeveer 20 minuten in een droge oven op 50 graden. En dan nog een maand luchtdicht en donker bewaren. Om een volledig aroma te krijgen. Ja. En dan kun je dat perfect 3 jaar bewaren. 3 jaar? 3 jaar. Nee, dus dat loont wel. Je zit er wel even mee bezig, maar je kunt het lang genieten. Lang bewaren. Zeg Herman, als je 450.000 van die stampers nodig hebt voor een kilo, hoeveel verkopen ze dat dan per kilo? Als ik dat mag vragen. De wereldmarktprijs is rond de 30.000 euro per kilogram. 30.000 euro voor een kilo saffraan? Ja. Ja, hallo.